Niels Chris dus voor Heerenveen tegen Lef Vinken voor Sparta. En Heerenveen komt vroeg in de wedstrijd op voorsprong door Antoine Griezmann. Het is de 7e minuut, een prachtig geplaatst schot. Sparta dan, dat doet iets terug via Emmanuel Petit. In de 20e minuut is het weer gelijk, 1-1. En dan gaat Heerenveen beter spelen. Worden de joysticks sneller bediend, is het opnieuw Griezmann die de voorsprong voor Heerenveen bepaalt op 2-1. Dan in de tweede helft wordt het al snel 3-1 voor Heerenveen door dit mooie doelpunt van Casemiro. Heel slim gedaan, om de verdediging heen 3-1. En kan Sparta dan nog iets terug doen? Jawel hoor, door niemand minder dan Ruud Gullit. Hij bepaalt de eindstand van deze wedstrijd op 3-2 in het voordeel van Heerenveen. Laatste aanval dan nog in de wedstrijd, in de blessuretijd, maar het levert niets meer op. Sparta verliest, balen dus, Lef.